vandaag gaan we op pad met echt een bommetje, namelijk de Mini Cooper S. En dan wel de gefacelifte versie die hier achter mij staat van 2022. Daar gaan we lekker een rondje mee karten. Ja, jullie zullen wel denken. Was er een Mini? Past dat? Jazeker. Ja, die nieuwe Mini, hé. 2022. Facelift model. Ah, wat een leuke auto is dit, hé. Je kan het zo geweldig sturen. Natuurlijk waar Mini onbekend staat, hè. Het perfecte go-kart feeling. Nou, dat hebben ze alweer waargemaakt, ook bij deze facelift. Wat ligt dat toch heerlijk op de weg altijd weer, hè. Doen ze een Mini toch weer goed, hoor. Ja, eigenlijk ben je mee natuurlijk. Het is onderdeel van. Wat hebben ze deze weer fantastisch samengesteld. Duiken die bocht in op de dijk. Oh. Ja, dat hebben ze echt leuk gedaan, joh. Die Mini is altijd echt een rijdersauto geweest. Dit model hebben ze weer wat dingetjes verfijnd, net weer even anders op de weg gelegd. En die bak, joh, die is zo rap. Als je dan weer kijkt naar het vorige type, die voelt gewoon dan weer langzaam vergeleken dit, joh. Het is dat we nu achter een aantal auto's zitten op de dijk, maar... Terugschakelen, joh, en dan weer het koppel wat je gelijk in voelt groeien, dat is bizar. Ja, we zitten momenteel, zoals ik zei, in de Mini Cooper S. Het nieuwe, ja, de nieuwe Cooper eigenlijk. Ja, gefacelift, officieel. En als je natuurlijk aan de buitenkant gaat kijken, zijn er echt wel dingen die veranderd zijn. Maar motorisch is hier eigenlijk qua vermogen, ja, zo'n 10 pk op achteruit gegaan. Hij is nu op 179 pk. Ook al voel je dat helemaal niet. Het is wel dat het, ja, gewoon nog steeds echt... Heerlijk rijden, gewoon echt leuk, speels en zo direct. Natuurlijk als je dan in sportmodus rijdt, aan de bak in sport. Ho, ho, ho. Fantastisch hé. Hebben ze echt wel weer heerlijk gedaan, man. Drempeltjes. Wat een kat, joh. De tuintjes. Dat je het een beetje beeld meekrijgen, het geluid dat hij produceert. En hij heeft dan wel de John Cooper Works uitlaat eindstuk. En dan wel niet de John Cooper Works Pro uitlaat, maar toch maakt hij gewoon echt een leuk geluid, joh. Helemaal als hij af en toe even terugschakelt. En we vol op het gas. Hij is echt snel, joh. En dat, die bochten, joh. Hobbeltje. Yes! Ik kwam even los. Ja, ja. Goed geslaagd, hè, Mini. Goed gedaan. We zijn niet eens op pad met de John Cooper Works. Wel een John Cooper Works pakket, maar... Dan ga je er weer een treetje omhoog qua vermogen. Zit je op 130, of 230 pk. Er zit wel verschil in. Maar dit is al zo leuk, joh. Wat een plezier. Echt waar. Dikke duim omhoog.
dat die nieuwe Mini Cooper S fantastisch rijdt, dat mogen duidelijk zijn. Maar wat is nou veranderd bij deze facelift? Nou, als je die auto ziet, dan is gelijk in het oog springt die grote grill eigenlijk. En dat is natuurlijk BMW eigen. En dat wordt bij Mini nu ook al een beetje doorgevoerd eigenlijk. Ja, het is een grote zwarte grill die gelijk in het oog springt, die heel bruut oogt. En dat is niet alleen aan de voorkant is het veranderd, maar aan de achterkant is die diffuser ook lekker grof geworden. Natuurlijk die twee heerlijke uiteindstukken in het midden. En dat wordt lekker grof ontbouwd door de diffuser. En dat maakt deze Mini Cooper er helemaal af. En in dit geval zitten we in een vijfdeurs. Zoals ik al zei, in een Rockingham GT Edition. Ja, die is toch wel heel erg leuk samengesteld. Natuurlijk die twee grote stickers, eigenlijk twee grote racestrepen op de motorkap. En daarbij heeft hij nog het volledige John Cooper Works pakket. En dat houdt in dat natuurlijk die uiteindstukken van de John Cooper Works zijn. Dus met die mooie carbon omhulzing. Hele gave lichtmetalen velgen natuurlijk van John Cooper Works. En overal komen die badges ook erin terug. Zoals in de grill, als in het interieur. In het interieur hebben we natuurlijk dat nieuwe sportstuur van Mini. De instaplijsten. Ja, dat is toch wel erg gaaf gedaan. En dat is ook deze samenstelling. Is wel gewoon bijna perfect te noemen. Aan opties heeft hij ook geen gebrek. De Harman Kardon geluidsinstallatie, een groot glazen elektrisch panoramadak, het nieuwe navigatiesysteem, wat natuurlijk heel mooi in het dashboard is verwerkt, en een virtual cockpit, het nieuwe scherm, wat wel heel erg fijn is. Normaal zijn we natuurlijk gewend aan die ronde klokken eigenlijk voor je, maar dit is ook wel heel erg fijn weergegeven. Natuurlijk in verschillende standen in te stellen, welke rijmodi je natuurlijk ook op weg bent. Zo is al met al deze Mini wel heel erg leuk. Enorm hoge fun factor. Maar het is ook nog eens heel erg gaaf uitgevoerd. Ik ben wel benieuwd als jullie een segment van deze Mini Cooper S, een vijfdeurs Mini Cooper S om even te zeggen, zouden kiezen. Zijn er auto's die leuker zijn? Zijn er auto's die praktischer zijn? Ja, dat sowieso. Natuurlijk, er zijn grotere auto's. Maar ik denk toch dat er wel een verschil zit in fun, het praktische van een auto. Kijk, een 3-deurs is totaal niet praktisch bij een Mini Cooper. Ah, dit is wel gewoon leuk en mooi samengesteld. En ontworpen natuurlijk ook weer een Mini. Ik ben heel erg benieuwd met jullie in dit segment. Ik schaar het wel onder een hot hatch. Het is er wel net geen 200 pk, maar doet er niet aan onder. Laat het gerust weten hier onder in de reacties. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog achter te laten. En te abonneren wanneer het niet gedaan heeft. En het belletje ernaast ook aan te zetten. Op die manier blijft u op de hoogte wanneer wij iets nieuws uploaden. Bent u de eerste die het kunt bekijken. Ik zie jullie graag de volgende keer terug. Tot ziens!